Daniel is helemaal in de space. Hij is helemaal aan het kwijlen. Gast. Gast. Holy shit. Die was ziek. Ik schrok ervan, hè. Ik kreeg hartkloppingen. En ik denk ervan, wow, ik ga veel van. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik wil als eerste eventjes wat gezegd hebben op het begin van de vlog. Al helemaal waar Daniel bij is. Ja. Want we hebben natuurlijk de reacties gelezen van wat jullie vinden van de Oostenrijkse vlogs. En jullie vinden het helemaal geweldig. Jullie houden ervan. De humor is leuk. We zitten veel te ahoeren met elkaar. Soms veel te veel. Lekker gek doen. Super goede vibes. En zoals jullie weten is dit wel een hecht groepje. Daniel en ik kennen elkaar nu echt al door en door en best wel lang. Ja. Alleen de reacties op de vlog, de allereerste Oostenrijkse vlog. Wat ontzettend lullig van Enzo dat hij hem niet even ophaalt. Als ik Daniel was, had ik het eerste vliegtuig teruggepakt naar huis. Zo kun je niet met vrienden omgaan. Daniel beloofde dat je hem ophaalt van het vliegveld, maar vervolgens een taxi stuurt. Zo'n goud, eerlijk, oprecht gast die Daniel altijd leuk, vrolijk, enthousiast en heeft het beste met hem voor. En Enzo, dan naaien hem zo. Nou, natuurlijk, vrienden die naaien elkaar. En vrienden die maken grapjes met elkaar. En weet je wat het is? Ik heb toen 10 uur lang achter elkaar gereden van Nederland naar Oostenrijk. En ik had gezegd tegen Daniel, ik ga je ophalen. Wij kwamen eenmaal hier aan in de avond, wij waren kapot. Ik was zo gesloopt. En zoals jullie weten, ik was zo kapot dat ik ook gewoon in slaap was gevallen. En dat ik Daniel niet meer welkom kon heten in het huis hier. Dus wat had ik gedaan? Ik had als grap een taxi geregeld. Wat eigenlijk gewoon prima is. Want hey, het belangrijkste is dat je van het vliegveld naar hier komt. En wat ik had gedaan is dat ik dus een taxi had geregeld voor Daniel. En ik had gezegd, ik sta hier, kom hierheen en dan haal ik je op. Ik stond er niet, maar de taxi stond er. Nou, daar is dus een beetje, zijn wat reacties over gekomen. Hoe voel je je daarbij? Ja, ik voel me vreselijk kut. Nee, het was echt, nee, maar het was super grappig. Wat er was gebeurd is, hij had dus die taxi geregeld. En ik kom hier aan en ik word ineens gebeld. En ik krijg een Duitse man aan de lijn. En die zegt, brauche Sie ein Taxi? Dus heb je een taxi nodig? Dus ik zo, nein. En dus ik hang hem op. Ik denk, ja, ik word gespambeld of zo. Belt hij weer? Denk ik, ja, verdomme. Dus ik hem gelijk blokkeren. Ja, ik dacht, hoe komt hij überhaupt aan mijn nummer? Ja. Dus nou, ik... Die had ik hem gegeven dus. Dus ik met Enzo een beetje grijnen. En hij maar volhouden van, ja, ik ben daar en daar. Nou jongen, het was een airport, 6 keer zo groot als Schiphol. Dus ik heen en weer rennen met mijn koffertje. Ik zoeken. Nou, ik kon Enzo natuurlijk niet vinden. En ja, achteraf, het was gewoon een super goede grap. En weet je, ik zal je vertellen, ik heb wel eens langs de A2 gestaan. Midden in de nacht bel ik Enzo. Nou, dan komt hij me gewoon halen. Jongens, het is gewoon een geintje. Niks aan de hand. Oh ja. En ik pak hem wel terug. Dat komt helemaal goed. Inderdaad. Ja, als ik hem Daniel... bel, dan komt hij me gewoon halen. Dus dat is allemaal geen probleem, jongens. Het was midden in de nacht. Toen had Daniel ooit een keer... Daar heb ik volgens mij geen eens gevlogd. Toen was ik gewoon, omdat ik gewoon snel Daniel wilde helpen. Ik had geen eens de camera meegenomen. Maar Daniel belde mij een keer midden in de nacht. Ja, en zo, ik ben de hele dag wezen vissen en mijn auto is kapot. Ja. Die riem of zo. Die distributieriem of zo. Die was door de midden geknapt. Dus stond hij daar met autopech. Toen had ik Daniel even opgehaald. Zeg, gas, iemand kan bij mij pitten. Toen heb ik hem midden in de nacht opgehaald. Toen mocht hij bij mij pitten. Dus dat om even gewoon gezegd te hebben. Ja, hij is altijd voor me. Het is gewoon een prank. Ja. Ik ben 29, dat zijn gewoon goede grappen. Misschien kwam het hard over, zo was het niet bedoeld. Het was gewoon een leuke grap en we kunnen er allemaal om lachen. Dus... Helemaal prima. Oké, ga jij met de dikke vette Audi A4 Avant, ga jij daar met de huurauto even mee lekker scheuren? Dan ga ik lekker scheuren met mijn eigen auto. Wie het eerste is, ja? Ja, is goed. Dat is natuurlijk niet eerlijk, hè? Dat weten jullie ook wel. Dat wordt geen eerlijke wedstrijd, maar ik heb er wel zin in. Oh, raampje dicht, airco aan. Mondkapjes bij me. Shoutout trouwens naar het succes van de Knolpauw mondkapjes. Ik vind het zo lijp om te zien dat het snelst verkochte mondkapje gewoon binnen 1 minuut uitverkocht was. 1 minuut? Ja, dat is echt niet normaal. Ja. Dat was deze toch? Nee, deze is nu ondertussen uitverkocht. Deze staat als het goed is nog wel op knolpauw.nl samen met Sok de Poes en nog 1 andere. Ja, je hebt het nodig. In Nederland, op sommige scholen,
in de bussen, openbaar vervoer en in het buitenland heb je het nodig. En daarom nemen we het nu ook weer mee, want we gaan naar een plek dat schijnt heel speciaal te zijn. Het schijnt zo ontzettend mooi te zijn. Ik heb de drone bij me en ik hoop echt dat ik daar goed bereik heb, want het zit tussen twee bergen in. En het heet, Marvin? De Lunarzee. De Lunarzee. Ik zeg elke keer Zuurzee. Maar je zegt heel dit Fransje. Ja, ik zeg de hele tijd fout, maar Zuurzee dat is in, of Zuurzee, dat is in Zwitserland, ja, daar waar wij toen waren. Dat was zo mooi ook. Zo, wat een strijder, hè? Inderdaad. Niet normaal. Sommige mensen, en dat zijn gewoon 40, 50 plussers, met gewoon zo'n lekker welvarend bierbuikje, die fietsen gewoon van beneden naar boven, hè? Bizar, echt zoveel respect. Je denkt dan soms van, ja, ik ben wel fit, ik ben jong. Zo iemand fiets ik er wel uit, die heeft misschien een beetje een buikje, is ouder dan 50. Nee hoor, die fiets je gewoon helemaal weg. Is echt bizar. Op de mountainbike ook. Ah, zie je dat? Ja. Wat? Ik ging gewoon water uit dat ding halen, uit dat beekje, weet ik hoe je het noemt. Ik ging gewoon drinken, even zo'n bidon bijvullen. Ja, gewoon uit het beekje van het water wat smelt. Of het water wat uit de bergen komt. Super nice. Het water is ook zo ongelooflijk koud. Het is gewoon nog kouder dan zeg maar de kraan gewoon thuis. Ja. Dat is zo lekker. Dat is echt ongelooflijk. Oké, goed. We gaan naar beneden rijden. We hebben natuurlijk weer een prachtig uitzicht aan de linkerzijde. Sorry Thijs, jij zit rechts van mij. Helaas, helaas. Aan deze kant. Dit is zo nice. En Daniel is al aardig hard aan het scheuren, dus... Of hè? Ja. Oh mijn god, ja, Daniel die haalt me gewoon in. Hij rijdt helemaal daarachter al. Ik moet even een beetje gas erop geven. Skirt! Oh my god. Dit is niet normaal, hè? Holy moly. Dus we zijn echt... We gaan één weg nemen. En in één keer hebben we zo'n ziek uitzicht. We zijn zo hoog in één keer. Rechts, man. Ja, dit is echt niet normaal, man. Maar je beseft niet hoe groot het is. Check dit. Hey, brother. Check dit. Hey, Matje. Hallo. Oh, zijn hoorntjes. Helemaal. Oh, yo. Hey. Sorry, sorry. Nee, joh. Hey, wat doe je? Niet bang te zijn voor ons. Maar wel mooi, hè. Zo. Kijk ook hierboven. Maar ik vind het zo bizar dat er zo'n groot verschil is in koeien. Of, dit zijn koeien toch? Ja. Want die koeien... Nee, zijn geit, man. Nee, maar ik zat even na te denken of niet... Even zo'n bevestiging. Ja. Want bij dat bikepark heb je ook koeien, maar die zijn echt totaal niet bang voor mensen. Gewoon niet. Nee, klopt. En die zijn eraan gewend, inderdaad. Ja. Alleen, deze, die was gewoon echt meteen bang. Die durft niet in de buurt te komen en alles. Wow! Hey, check dit dan in één keer. Bulletje. Wat? Wow, we zitten echt midden in de natuur hier zo. Echt lijp dat je dan hier gewoon kan rijden. Huh? Dit... Nature. Nature is healing my soul, man, as always. Het is gewoon zo lijp, want je hebt zeg maar... In Nederland heb je dan zo'n speciaal park waar je dan doorheen rijdt en allemaal dieren ziet, weet je. Want hier is gewoon een weg in Oostenrijk. Gewoon hier weer allemaal koeien. Of wacht, zijn we koeien? Ja. Dat is gek, want deze koeien hebben allemaal bellen. Hey, zouden jullie niet heel graag een keer zo op safari willen in Afrika? Ja, dat lijkt me echt sick. Safari. Dan ga je gewoon zoals nu en dan kom je gewoon wilde dieren. Ja, maar dan wil ik ook iets doen. In de zin van iets helpen of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Omdat je hebt toch altijd van die... Stropers daar. Ja, 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 je hebt altijd van die vervelende verhalen. Ja. Dat zeg maar, het is goed dat er toeristen komen. Want met het geld wat die toeristen verdienen... kunnen ze zeg maar de mensen betalen die daar het park onderhouden. Die dieren voeren of medicijnen geven of dat soort dingen. Maar het geld moet naar de goede organisatie gaan, zeg maar. Ja. En je hebt ook wel eens slechte dingen gehoord over bijvoorbeeld de dolfijnen op Curaçao en zo. Dat soort slechte verhalen, dat het niet goed behandeld wordt of wat dan ook, om als voorbeeld te nemen. Dat kwam toen ooit in het nieuws, ik weet niet hoe het nu staat ervoor. Maar dan is het niet chill als je naar zoiets gaat. Ik ben ook een keer naar een dierentuin geweest in Mexico. Nou, was het slecht? Ja, toen zag ik ook dingen dat ik dacht van ik heb er niet echt een heel goed gevoel over. Dat is, weet niet, het voelt gewoon niet chill. Maar ik ben ook naar een dierentuin geweest. Hoe heet die ook alweer? In Antwerpen was dat. In Antwerpen was echt niet normaal. Beekse Berg. Beekse Berg was dat? Ja, daar was je geweest. Ja, wel, ja. Dat was de goede vibes. Lieve mensen, gewoon echt één liefde met die dieren, zeg maar. Die worden zo goed verzorgd. En daar heb je er een goed gevoel bij over. Ja, maar toch. En dat is wel fijn. Dierentuinen, ik weet het niet helemaal, zeg maar. Want
in Afrika bijvoorbeeld hebben ze gewoon mega leefruimte en dan leven ze gewoon allemaal samen zoals ze normaal ook samenleven, zeg maar. Ja, alleen weet je wat het lastig is van dat soort dingen? Ik snap wat je bedoelt met een dierentuin. En voor ons is het normaal, omdat we zijn ermee opgegroeid. Ja. Dus we weten niet beter. En precies is hetzelfde voor die dieren. Want wat kan je nu met die dieren doen die zijn opgegroeid in dierentuinen? Want ze weten niet beter. Natuurlijk, ja, ze zijn opgegroeid in gevangenschap. Ja, dus je hebt zeg maar heel vaak ook dat dieren die ze zeg maar willen uitzetten, die overleven het nog ineens een dag. Omdat ze hebben helemaal geen idee dat ze moeten jagen op bijvoorbeeld andere vissen. Nee. Ze denken gewoon, oh een vis, leuk, ik wil spelen. Omdat ze worden elke dag gevoerd, al gewoon hun hele leven. Ze hoeven geen moeite te doen voor eten, want het ligt gewoon klaar. Ja, precies. Dat dus is het ook. Maar er was toen ook een keer zo'n verhaal over zo'n orka of zo. Die hadden ze toen ook vrij... volgens mij is dat die Free Willy. Free Willy? Van die film. Precies die orka. Die hebben ze toen proberen vrij te laten, omdat door die film zo'n ophef was gekomen van ja, orka's horen niet in gevangenschap en zo. En toen hebben ze die proberen vrij te laten, maar die was echt niet blij in het wild. Omdat die orka's die leven dan in een soort van bazin en in dat bazin kunnen ze hun echo dingen niet gebruiken. Want ze gebruiken echo om vissen te vinden, zeg maar. Ja. Alleen in een bazin kan dat niet, omdat echo overal tegenaan klapt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En toen was hij in het wild, toen kon hij niet jagen, want hij heeft nooit zijn echo's gebruikt. Ontwikkeld, zeg maar. Die skill had hij gewoon niet. Nee, dus toen hebben ze hem uiteindelijk weer terug, want hij was veel blijer in gevangenschap dan in het wild. Ja, daarom. Ik weet niet, het zijn een beetje mixed feelings. Ik denk ook dat het een hele lastige, moeilijke discussie is, zoiets. Om terug te komen op Afrika safari, ja, dat lijkt me echt zo gaaf. En om dan dus iets te doen daar ook of zo. Dat je iets van helpt of zo. Of dat je iets kan betekenen of zo. Dat lijkt me echt heel vet. Ja. Dat lijkt me echt heel vet. Ondertussen zijn we gewoon hoger gaan rijden. En het is hier best druk met de toeristen, moet ik zeggen. Ja, dat is wel een beetje naar. Heel veel auto's. Ik denk. Zo, daar helemaal links ook. Ja, maar net die parkeerplaats reden. Ja, dit is echt niet normaal. Echt heel veel auto's. Ja, ik denk dat het komt omdat dit gewoon echt ziek mooi is. Dit is dus die Lunarzee. Dit is dus verkozen tot mooiste plekje van Oostenrijk, hè? Ja? Lunarzee? Dat vertelde Max. Ja. Vertelde dat je Oostenrijk heeft volgens mij 7 soort van provincies, zoals wij dat in Nederland ook hebben. Ja. En dan elke provincie die moet een mooiste plekje of iets dergelijks moeten ze dan aanleveren en dan kunnen de andere provincies kunnen mensen stemmen op zeg maar welke dan het mooiste is. Ja. En zo komen ze zeg maar tot het mooiste plekje van Oostenrijk. Ja. En deze was al 2 keer verkozen tot het mooiste plekje. Zo. Nou, daar gaan we straks achterkomen. Ja. Gaan we onze mening even over geven. Ja. Ik ben echt benieuwd. Zo, maar we moeten echt nog verder en verder en verder, hé. Ik ben wel blij dat we zo ver omhoog rijden, dat we dit niet helemaal hoeven te lopen. Ja, ik hoop dat we een parkeerplekje vinden ergens daar. Zo, hier de camper vibes. Alleen geen knolpaalstickers meer. Nee, dat is wel jammer. Ik wist wel iets dan. Ja, die had jij wel mooi gedesigned hier. Ja, man, ze hadden naar mij moeten komen. Nice. Ja. Wil jij niet een keer het camper op vakantie? Ja, hey, let's go, man. Dit is de beste vakantie van mijn leven. Dit moeten we nog een keer over doen. Maar, nee, maar even serieus, als jij een rijbewijs hebt, dan zou het echt leuk zijn als we met een paar campers moeten op vakantie kunnen. Een paar campers, gewoon een hele kolonne. Oh, voor iedereen eentje. Gewoon iedereen zijn huis mee. Nee, gewoon per twee. Maar check eventjes dit, dames en heren. Je ziet hier een gondel lopen. Of hangen. En daarmee gaan we gewoon omhoog. Het gaat echt wel stijl, hoor. Kijk hoe hoog je hangt. Volgens mij is dit hoger dan gisteren. Lijkt je dat leuk thuis? Dat lijkt me echt leuk, ja. Ik ben echt down. Ik ben down voor alles. Oké, nou, kijk of we hier echt de auto kwijt kunnen. Ik heb een ideetje. Ik wil een auto. Ja, ik hoorde dat iemand... Dat was die Skoda achter jou. Oh, ik hoorde dat iemand zijn auto ging starten. Ik dacht iemand rijdt weg. Hé, rustig. Rustig. Hé, maar... Ja, die hier moest ik net ook al lachen. Die heeft echt geen verkeerd. Wat de heck. Rustig. Er kan gewoon nog een smart voor. Ja. Dat is geniaal. Hé, maar ik heb ook een geniaal idee. Wat nou als jullie hier gewoon lekker uitstappen? Dan rijd ik naar beneden en dan het eerste plekje ga ik parkeren en dan kom ik omhoog gelopen. Ah, ik vind dat lopen gewoon zo leuk. Ja, snap ik. Nou, moet je dat gewoon lekker doen ook, dat is wel fijn. En de hengels, moeten die hier ook uit? Och ja, die moeten er ook uit. Oh ja, we nemen gewoon de hengels mee naar boven, dames en heren. Oh ja. Ja. Oh, was ik ook alweer vergeten. Besef, als je daar een vis vangt op die Lunarzee, mooiste plek van Oostenrijk. Damn. Dat is wel sick. Ja, er schijnt daar heel veel vis te zwemmen.
Daniel heeft het allemaal uitgezocht natuurlijk. Die werd vanochtend zingend wakker. Ja. Liep hij alweer door de gangen. Van geluk. Ja, liep hij alweer door de gangen. Goedemorgen! Wakker worden! Opstaan! Iedereen zijn deurtje afgaan. Ja. Tijd van de dag. Ja. Oké, okay, maar even serieus. Laten we uitstappen. Dan parkeer ik de auto beneden. Kom ik omhoog lopen. Good. Oh, oh. Oh. Wow, ik dacht opeens dat ik een lichtje zag van een auto die achteruit ging rijden. Maar dat was de zon die erop scheen. Ik had in één keer zo'n geluksmomentje in me. Oh, maar helaas. Een ja. Yo, maat. Offeren wij onszelf op? Rijden wij naar beneden? Ja, wij hebben al oude benen. Jonge benen. Oké, okay, is goed. Ik volg jou wel en dan kijken we wel. Is goed. Lopen wij met z'n tweeën zelf dan? Ja, doen we. Let's go. Ja, jullie hebben net ook gezien hoeveel auto's er staan overal. Dus het leek me ook al sterk dat hier een plekje was. Maar ja, je weet maar nooit. Uiteindelijk gaan mensen weg. Dus als je geluk hebt, dan kan je een plekje krijgen. Zo niet, dan rijden we naar beneden. Ja, nee, ik heb gewoon een veel te grote auto hiervoor. Oh my god. Hier moet ik echt even goed voor gaan zitten. Overal piepjes. Hoppa. Kijk, dat scheelt als je heel vaak al heb gereden in een SUV, een grote auto, dan weet je op een gegeven moment wel waar je wel en niet langs kan. Ook al moet ik zeggen dat ik hem echt nog wel stress. Gaat daar een auto weg? Nee. Ook al moet ik zeggen dat ik echt nog wel eens hem zwaar heb gestrest in een parkeergarage in Amsterdam. Dat is echt nog wel eens spannend. Dan hoop ik niet dat ik nu ergens tegen aanrijd, want dan spreek ik mezelf heel erg tegen. Maar dan moet we goed komen. Oh, ik heb zoveel zin om naar boven te gaan, dames en heren. Echt zoveel zin. We hebben ook echt geluk met het weer. Want de allereerste dag dat wij gingen mountainbiken, wat trouwens wel heeft gezorgd voor geniale beelden. Juist omdat het zo nat was en vochtig, omdat iedereen onderuit ging. Hé, hey, jou ken ik. Ja, ik hou je zo op. Werk je toevallig bij Landal? Misschien. Misschien. Sander. Ja, voor de mensen. Ik heb me eigenlijk helemaal niet echt voorgesteld of wat dan ook. Maar Sander die werkt bij het Landalpark in Brandnertal. En Landal die heeft dus alles gefixt hè, deze week. Echt super ziek. Samen met Sander en zo'n vrouw van toerisme hier in Oostenrijk, in deze omgeving. En die hebben gewoon het hele programma gemaakt van dus mountainbiken, Lunarsee, allemaal dat soort dingen. Zodat ik allemaal gewoon vette vlogs hier kan maken. En aan jullie kan laten zien hoe mooi het hier wel niet is. En hoe tof het park Landal is. Want zoals jullie weten, dit is het derde park waar ik heen ben gegaan. Het eerste park was Hof van Saxe, nooit gedacht. Het tweede park was Winterberg, Landal. En het derde park is nu hier in Brandnertal. Zo, die meneer die heeft gewoon van die loopstokken. Dat heb ik ook nodig voor naar boven. Dan kan je ook een beetje lopen met je biceps volgens mij. Dan zet je een beetje kracht. Lamborghini! Zo goud vind ik dat, hè. Zo goud. Die man, zo met zijn telefoon, zo even snel een fotootje en snel weer weg. Want dan is hij misschien bang dat ik het erg vind dat er een foto van wordt gemaakt. Dus dan vind ik het altijd leuk om even zo'n Lamborghini. En dan zet ik hem even in sportstand, geef ik even snel gas. Je zag hem meteen lachen, zijn vriendin ook. Oké, ik rij nu al heel ver naar beneden. Ik heb een beetje spijt van dat ik heb gezegd dat ik wel omhoog zou lopen. Maar iedereen die nu ook omhoog rijdt, die moet ook gewoon weer naar beneden. Het gaat je niet lukken. Ik ben al zo lang naar beneden aan het rijden. Oh my god, kan ik hem hier neerzetten? Oh, no way. Ja? Oh, dit is chill zeg. Oh wow. Wat is die guy aan het doen? Het is 11:50 en die kerel zit een halve liter bier te drinken in een Oostenrijks pakkie. What the fuck? Ze zitten allemaal bier te drinken. Hè? Wat is dit joh? Daniel, zitten die mensen daar nou gewoon bier te drinken? Bier? Denk het wel. Ja. Lekker man. Het is nog geen eens 11:30 in de ochtend. Rijden en bier tegelijk. Dat is niet goed. Nee. Nee, ik denk dat ze een bob hebben. Ja. Eén iemand is de bob, die andere drie zitten te drinken. Ik kan het wel vragen aan ze. Nou, in ieder geval. Gaan we hier neerzetten? We gaan hem hier neerzetten. Kijk hoor, zullen we eens kijken? Dat is niet anders. Ik denk dat dit prima is. Ik wist niet dat het zo super toeristisch zou zijn. Het is ongelooflijk. Het is nu even rustig, maar niet normaal. Ik bedoel, Daniel en ik hebben zoveel geluk dat we de auto hier achter elkaar hebben kunnen zetten. Sander die is serieus al 5 minuten omhoog komen lopen. En besef hoe ver wij nu nog omhoog moeten lopen. Besef hoeveel auto's hier staan, hoeveel mensen er zijn. Niet normaal. Er staan echt letterlijk duizenden auto's. Ja, het is echt bizar.
Maar goed, als het goed is, is het allemaal waard. Ja. Kijk hoe ziek dit. Dit is gewoon, dit is lawine. Ja. Het is gewoon een lawine geweest dit. Ja. Holy moly. Ja, hier is gewoon een heel stuk steen weggesleten. Ja. Stel je voor dat je dan je auto hier staat, dan komt er zo'n steen. Zo bam op die lampen. Ja, want kijk, je ziet daar ook zo. Er is dan ooit een lawine geweest, of gewoon stenen die gewoon losgaan. En dat rolt dan allemaal zo naar beneden. Dat zie je hier zo ook. Al de bomen dit stuk, dat, ja, die heeft gewoon al die bomen gewoon plat weggevaagd hier zo. Dus alles is gewoon zo, wats! En je hebt geen besef van hoe krachtig natuur is met zulke dingen. Hoe heftig zo'n lawine wel niet is. Je hebt geen idee. Je hebt echt geen idee. Alles gaat gewoon in één keer weg. Zjoef! Tenminste, als je dit zo ziet, tenminste, ja, ik probeer altijd alles goed te filmen, zodat jullie het ook een beetje meekrijgen en meeleven in zo'n situatie. Want ik bedoel, altijd, dat zeg ik bijna altijd, als ik op vakantie ben, dan hoop ik dat jullie ook allemaal zo'n lekker vakantiegevoel hebben en gewoon een beetje het idee krijgen of het gevoel krijgen dat jullie erbij zijn. Dat vind ik gewoon superleuk, zodat we dit met z'n allen kunnen meemaken. Maar jeetje, als je hier zo staat in het echt, dit is bizar. Het is echt sick, hoe hoog dat ik gewoon is. Niet normaal. Hoe hoog is Lunenzee eigenlijk? Bijna 2000. Bijna 2000 meter. Ja. Top. Dan gaan we helemaal omhoog lopen. Ja, we gaan lopen. Nee, we gaan nu in ieder geval omhoog lopen bij de gondel. Marvin belde al net. Waar blijven jullie? Blijven jullie? Ik zei, ja, we moeten nog weg bij de auto. We moeten dus, nog een stukje lopen. We moeten nog een stukje. Daar gaan we. Lekker voor de kuitspieren. Zo, die worden echt goed getraind. Daar moeten we heen, hè? Niet normaal. Ja. Naar dat toppuntje. Daar naar het toppuntje. Daar gaan we heen. Ziek. Heel benieuwd daar zo. Ik ook. Oké, nou gaat deze dicht. Dan gaan we. Komt even een bus naar beneden, joh. Holy shit. Wow. Zou je denken dat hij kan rijden? Ja. Jeetje. Wat denk jij, Daniel? Ja. Dat we hebben gezweet? Beetje. Zo. We made it. Woo. Welcome back, party people. Yes. Hey, ik heb Nederlandse kijkers. Hey, feestvrienden, daar zijn we weer. We gaan beginnen! Oké. Okay. Nou, we wouden heel graag drinken halen voor jullie. Alleen, je kan nergens hier met pinpas betalen. En ook niet bijpinnen. Ook niet bijpinnen. Nee? Ja, wel westpinnen. Dus je kan alleen maar met contant? Ja, heb je dat nog? Dat is het enige wat ik niet heb. Ik ook niet. Ik heb eigenlijk nooit meer contant. Nee, maar dat is ook gewoon zo. Ze hadden bij de kassa gevraagd, kunnen we 10 euro pinnen en dan krijgen? Nee, kon niet. Bizar. Dat is jammer. Ja. Heb jij contant, Sander? Oh, Sander wel. Nou, dan moeten we Sander heel lief aankijken met Sander. Sander, stuur mijn tikkie. Nou, als ik dit zo zie, dan kan dat zeker weten hoor, het vissen. Want Daniel en ik hadden het erover. Stel voor je komt nu boven met die net, met hengels. En dan zeggen ze, nee, vandaag mag niet gevist worden. Zo, dat was zuur geweest. Maar we gaan een beetje een droom van Daniel laten uitkomen vandaag. Dat Daniel een andere soort gaat vangen die hij nog nooit heeft gevangen. En dat op de Lunarzee, dat zou echt... Dat is de bedoeling, ja. Heb je trouwens al gezien dat dit een hartje is? Oh, de Lunarzee. Inderdaad. En dan midden in het hart, hier zwemmen die gekke forellen. Midden in het hart. Zo, dames en heren. Dit wordt misschien heel lijp. We hadden de vispassen bij het huisje beneden moeten halen. Nee, meen je? Meen je dit echt? Dus we kunnen hier geen vispassen halen? Ja, het staat er ook dat je ze online kunt halen. Dus we moeten denk ik even online doen. Oeh, ik hoop echt dat het door kan gaan. Ik hoop echt dat het door kan gaan voor Daniel. Oké, ze zijn serieus de tickets aan het zoeken. En dat duurt nog een tijdje. Ik ben echt heel erg benieuwd. We hadden eigenlijk die vispas beneden moeten halen. Echt? Ja. Dus we gaan even kijken wat er nu verder mogelijk is. Nou, daar gaan we. Huh? Niet goed? Ja, lekker hoor. Nou, daar ga ik. Hoppa. Oké, dan gaan we nu in een gondel waar 65 mensen in kunnen zitten tegelijk. Oké, dames en heren. Deze zijn wel steviger, Daniel. Ja? Oké, we zitten in de gondel. We gaan omhoog. En dat wordt weer super lijp. Dat gaat echt weer een flinke hoogte zijn dit. Ik vind het zo bizar dat deze kabels dit kunnen houden. Het is echt niet normaal. Ik snap het nog steeds niet helemaal. Dat je zeg maar aan het begin van dit gebouw
heb je zeg maar, iedereen moet een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden. En dan nog geen 20 meter verder staan we hier zo in de lift. Yep. Dat is toch raar? Ja, maar je hebt wel allemaal mondkapje op. Maar ja, alsnog, je raakt alles aan en zo. Ja, je raakt alles aan inderdaad. Ja, dat blijft nog een beetje krom soms, dat ik denk, hè? Ja, nou goed, we gaan naar boven en dan gaan we echt genieten van het uitzicht, weet ik wel zeker. Zo, dat was sick. Knal was dan meteen tegen die rubberen dingen. Zo, die lift die kreeg in één keer zo'n schommel-effect. Je hoorde hier. Oké, daar zijn we. Holy shit. Holy shit, ik schrok me dood. Wow. Ik schrok zo hard. Ja, Noël al helemaal, denk ik. Zo, kijk dit even. Hey. Holy moly. Kijk waar we rechtstreeks op aflopen. Zo, kijk dan. Kijk waar we rechtstreeks op aflopen. Oi, 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 een lekker ijsje. Dit is... Nee, zonder gekkigheid. Kijk dit even. Wauw. Wat bizar, hè? Dit is niet normaal. En dit zit gewoon tussen de bergen. Dit zit eigenlijk verstopt tussen de bergen. Ik denk dat ooit iemand dit geheim wilde houden. En toen in één keer was het gelekt en nu is het gewoon de prachtigste plek van Oostenrijk. Heb je al gezegd hoe diep het is? 400 meter diep dit. Dat is toch goed, dat kan je toch niet beseffen? Hoe dan? Dus ze zeggen wel dat alleen maar forellen zwemmen, maar... Het is gewoon de... Wow! Komt er nog één hoor. Je ziet er zo nep uit. Ja, het is gewoon te mooi. Maar het is gewoon echt. Ja. Ik snap er niks van. Het is niet normaal. Het is echt, echt ongelooflijk mooi. Jeetje mina. Oh, daar zo kan je volgens mij een beetje naar beneden lopen. Ja, daar zijn ze. Wow, wat de hek. Wauw. Dit is echt een gekke texture pack van Minecraft. Hey, kijk dan. Ja, dit is een hele gekke texture pack van Minecraft. Nee, maar ik snap wel dat dit de droom is van Daniel om hier gewoon een visje te vangen. Bro, we gaan hem vangen, man. Daniel, die kan het gewoon niet beseffen. Hij zit helemaal van, nee, die meen je. Volgens mij ziet hij ze zwemmen, of niet? Daniel is helemaal in de space. Hij is helemaal aan het kwijlen. Gast. Ah. Oh my god. Nou, dit moeten we even laten bezinken allemaal, dames en heren. Nice. Dat is schattig, hè? Ja, ik ga ze feliciteren. Ja, ga je dat doen? Hoe zeg je gefeliciteerd in het Duits? Gratuleren. Wat? Ze zijn net aan het bellen. Ah, maar dit is wel schattig hoor. Ziet er mooi uit, hè? Ja, mooie meid. Ik wil het graag zeggen. Ik vind dat zo leuk. Dit is toch een goede plek, of niet dan? Dit is niet normaal. Oh, hij heeft rood in zijn haar. Ja, knolbouw rood. Rood plek. Nou, in ieder geval gefeliciteerd. Super vet. Oh, Daniel heeft hier wat. Wat is er? Ik moet nu komen. Ik moet nu komen, zegt Daniel. Ik moet nu komen. Was is los, mijn vriend? Ik moet rennen, zegt hij. Ik moet rennen. Nee, ik ga gewoon lopen. Het is zo warm. Je wordt gek. Was is los, mijn vriend? Ik kan goed Duits, hè, mensen. Oh. Knettergrote forellen daar zwemmen. Hè? Huh? Oh my god, je ziet ze gewoon. Oh, inderdaad. Overal zwemmen. Hier, kijk daar. Kijk hier naar beneden. Zie ze. Zo. Hey, dit zijn de grootste forellen die... Daar zwemmen er echt fucking veel. Ja, dit is niet normaal. Kijk die mensen lachen. Zo. Ik wil niet meer eten nu. Ik ook gewoon helemaal enthousiast. No, Mattie. Dit is niet normaal. Oké, tot rust komen is heel erg moeilijk. Al helemaal voor Daniel. We zijn echt, echt in de hemel hier, dames en heren. Dit. Kijk, ik heb hier een espresso. Maar die hou ik weg bij jou. Want jij hebt al espresso. Nou. Je hebt niks meer nodig. Pumping, man. Nou, dit is echt niet normaal, dames en heren. Dit vind ik echt zo ontzettend vet. We gaan straks een rondje doen om heel Lunarzee.
Dat is in totaal, als je dat gaat doen, 2 uur. Maar dan doe je het echt op een rustig tempo. Nou, waarschijnlijk gaan wij er nog langer over doen, omdat wij elke keer gaan stoppen, kijken, vissen, stoppen, kijken, vissen, filmen, dat soort dingen. Maar dit wordt, ik weet niet waarom ik deze noem trouwens, maar dit wordt echt zo super vet. Niet normaal. Dames en heren, dit is gewoon een beetje food fetish hier zo. Kijk eens wat we hier hebben. Hey. Oh, 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 oh. Een wesp. Oh, oh. Noël, rennen! Oké, Sander die heeft de goulash shop. Hey, hey, hallo wesp. Hey, hey, wesp. Nou, we laten deze lekker leven, joh. Leuk. Gezellig. Hey, hij zit op mijn camera. Dit heb ik altijd. Hij zat gewoon op mijn lens. Zit hij nu op mijn pet? Hij zit op mijn hoofd of niet? Kijk, die man ook even genieten, hè. Oh, oh, hij zat in je nek. Ik ben serieus mezelf aan het filmen als hij weer op mijn pet gaat zitten. Zo droog. Oké, in ieder geval food fetish, lekkere spaghetti en schnitzel. En dan met dit uitzicht, hè? Ongelooflijk. Niet normaal. Heerlijk. Wat zie je, Daniel? Ik zie letterlijk, geen grap, zongforel. 80 centimeter of zo. Daniel is helemaal in de zevende hemel. Dit is zo leuk om te zien. Kijk hoe blij die jongen is. Wat gebeurt hier onder mij? Wat gebeurt hier? Ze denken dat mijn schoen een bloem is. Dat heb ik vaker dit. Kijk dan. Wow, yo, hey, hey, rustig. Myron! Weet je waar tijd voor is? Zwemmen? Nee. Ja, wist je dat je hier niet mag zwemmen? Gaan we een ijsje halen? Oh nee, daar had ik het ook niet echt over. Oh, we staan hier wel weer bij die ijsjes. Kijk eens waar we bij staan. Magneetjes! Oh mijn god. Tuurlijk, ja. Ik denk dat ik de goat ga halen. Die vind ik zo sick. Deze klok. Die klok, oh my god. Wow. Dat is wel een hele zieke, ja. Kun je alles op de koelkast zien hoe laat het is? Hij doet het ook nog? Nee, ja? Het is 17:45. Zo laat is het niet. Ja, maar er zitten wel, je kan hem wel... Oh, huh? Nee, ik denk dat het voor de sier is. Het was wel heel vet geweest. Was wel heel vet geweest, maar anders al was het ook geen 10 euro, denk ik. Maar ik vind die steenbok, is het of niet? Ja. Die vind ik wel echt vet, hoor. Ja, die vind ik heel nice. Want ze hebben hier ook gemsers, maar dit is een steenbok, inderdaad. Dit vind ik wel echt cool. Of deze. Ja, het is een soort rugzakje. Een beetje op, ook een diertje. Ik ga in ieder geval een magneet meenemen. En welke... terugkomen? Nou, dan ben ik bang dat ik het vergeet. En het is zo klein, kan ik makkelijk in de tas meenemen. En welke magneet het uiteindelijk wordt, dat zien jullie als ik weer in Nederland ben. Dan ga ik hem weer op de koelkast plakken bij de rest. Wordt al een aardige verzameling. Zo, dames en heren. Dan ga ik nog even plassen. En dan zit het maagje vol, zowel met drinken als met eten. En dan kunnen we er tegenaan. En dan gaan we een prachtig, mooi rondje lopen. Als je me had gezegd en gevraagd toen ik kleiner, jonger was. Van, hey Enzo, ga je mee? 2 uur wandelen? Dan had ik gezegd, je bent gek. Blijf lekker thuis. Ik ga gamen. Maar ik moet zeggen... Als je in zo'n omgeving bent als dit, dan is het moeilijk om nee te zeggen. En dan moet je het gewoon doen, vind ik. Dit wordt echt een hele vette wandeling. Ik bedoel, wandelen klinkt in mijn oren altijd nog een beetje suf. Maar let maar op wat we van deze wandeling gaan maken. Dan is het niet meer suf. Wordt heel vet. Dus hier de Lunarzee, het prachtige uitzicht, maar dit is natuurlijk ontzettend mooi omdat het gewoon water is zo tussen de bergen. Maar vergeet dit uitzicht niet aan de andere kant. Het waait hier wel een beetje, maar
Dit is ook lijp hoor. Kijk dan. Oh, ik moet wel oppassen met waar ik sta hier. Zo. Ik denk dat veel mensen deze kant vergeten. Wow, de bergen daar. En kijk, dit is waar ik het beneden over had. Kijk hoe steil en hoe lang dat naar beneden gaat. Niet normaal. Oi, oi, oi. Oostenrijk is echt zo mooi. Jeetje, Mina. Niet normaal. Oh, wat heerlijk dit zeg. Zonnetje schijnt. Het is wel een beetje fris, moet ik zeggen. Maar dat komt omdat we zo hoog zijn. En Sander die zei, neem anders even een vest mee. Dat is misschien wel handig, want het kan fris worden boven. Maar ik moet zeggen, het is te warm voor een vest. Maar wauw, dit is niet normaal. Wij gaan nu naar een plekje lopen. Kijk, je hebt zeg maar allemaal stukjes daar verderop. Daarachter. En daar kan je allemaal naar beneden lopen. Alleen twee dingen. Het is ten strengste verboden om te gaan zwemmen. Dat ten eerste. Ten tweede, je mag ook niet pootje baden. Je mag gewoon niet het water aanraken of wat dan ook. Lijkt alsof het een soort van heilig water is. Dus, maar ja, dat maakt het misschien ook wel weer mooi. Dat maakt het gewoon extra speciaal, bijzonder. Dus, ook al moet ik wel zeggen, als je aan het vissen bent, dan moet je toch wel het water aanraken. Ik bedoel, je zet die vis toch weer terug. Ja, goed. We gaan in ieder geval even naar een paar mooie plekjes. En ik moet de aardige stevige looppas doorzetten. Thijs en Marjan die staan daar. Maar als ik Daniel wil bijhouden, moet ik echt hard doorlopen. Want die zit daar al bijna bij het water. Hij is echt helemaal gek aan het doen, die Daniel. Hij is helemaal aan het trillen. Alsof hij superveel energy heeft gedronken. Maar het is gewoon omdat hij zo hyped is. Het is niet normaal. Kijk hem daar staan. Samen met Noël. Noël is de assistent van Daniel. Met het vissen. Die heeft ook hengels in hand. En zal ik één vangen? Ga je er nu één vangen? Oh, kijk deze hond. Hallo. Hallo. Is dat goed? Hallo. Hey. Oh. Hallo. Hey. Ja. Nice. Mooi hond. Ja. Nice. Oké, voorzichtig Enzo, voorzichtig. Ik heb natuurlijk weer de handige schoenen aan. Ga je echt eentje vangen nu? Eerste worp, denk je? Zo, kijk waar ik kan staan. Hey. Kijk, hier mogen we dus vissen. Daar verderop bij de dam niet. Maar hier mogen we gewoon vissen allemaal. Daniel, verbaas ons, oké? Okay? Dit is jouw moment. Pak je moment, oké? Okay? Ga lekker shinen. Dit ligt hier ook één voor je gewoon. Voor je? Hier ergens. Net drie zwemmen. Dan gooi ik ze aan, ja? Hier komt er een aan. Komt er een aan? Ja, hier. Het lijkt net alsof ik voor mijn neus. Twee. Kom op, Daniel! Zo leuk, hè? You got this, man! Hey, dit moet de meest epische plek zijn waar je ooit hebt gevist. Kan niet anders. Daar gaat hij, de eerste worp van Daniel. Zien jullie die worp, mensen? Maar het voor mij. Daniel van Vister. Ja! Oh my god, dude! Je zag hem meteen erop klappen! Holy moly, ja joh! Let op! Hey, hij zit helemaal in zijn vibe! Dames en heren, kom dat zien! Daniel! Oh, let's go, Daniel! Heb je hem nog? Hij is los! Daniel, nog een keer, kom op. Hey bro, jij flext hem echt hier, joh. Links gaat een grote jongen. Hey bro, je hebt een publiek hier zo. Oh joh, kijk al die mensen. Daniel, dit is jouw moment, hier leef jij voor. Let's go! Komt. Ja. Oh, hij mist hem. Daar. Oh, dat is een dikke, die moet je echt vangen. Dat is echt een dikke, Daniel. Oh my god. Hey, maar je ziet ze gewoon erachteraan gaan. Dit is echt absurd, hij flext hem gewoon met de vishengel hier. Hier komt hij. Ja, twee erachteraan. Ik kan hem niet zien. Ja, twee. Daniel, je hartslag. Ja. Rustig. Ja, als je die voelt nu. Dit is echt goud. We hebben de fotograaf ook meegenomen. Ja, ik heb net een beeldje gemaakt. Wow. Ja, Daniel. Ja, ik zie hem. Boven langs. Ja. Oh. Kijk hem ook werpen, hè? Hij zwemt er naartoe. Hij moet naar rechts. Wat?
Doet hij zijn richting aanwijzen aan? Ja. Ja, als je dit al op hebt, Mario, dat is ziek. Ja, hier voor het kantje. Oh, snel! Ja, ik zie hem daar. Ik zie hem daar. Perfect gegooid. Over hem heen. Oh, hij schrok ervan. Slow motion of moet ik normaal? Ik zou gewoon normaal doen. Ja, doe eens een keer normaal. Thijs is wel weer scherp hoor vandaag. Jeetje, Mina. Ja, ik wil ook heel graag gaan vissen, maar Daniel moet gewoon de eerste vangen. Dit is... Zo, kijk hem tikken. Ja, ja, ja. Oh! We missen hem tot 2 keer toe, hè? Hij missen hem, ja. Hij zit ook met een zweepslag te werpen hier zo. Dit is niet normaal. Ja, ja! Ja. Oh! Oh, 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 yo! Gast! Was dat net? Zo! Ziek, gast! Zo, hij vloog omhoog! In de lucht! Wat lijp, hé! Zo, deze is mooi! Daniel, jij zei gisteren je hebt de mooiste ooit gevangen, maar dit is hem hoor. Oh, hij is helemaal paars. Een regenboogforel. Gast. Wow. Gast. Gast. Hoe voel je? Blij. Jezus jongens. Ik, ja. Ik wil zo graag een vis vangen. Maar weet je wat echt het allerziekste zou zijn? Als Thijs, Daniel en Myron hier een vis vangen. Vooral Noël, want die heeft nog nooit een vis gevangen. Überhaupt nog nooit gevist. En Thijs, die heeft ook nog nooit een forel gevangen. Myron trouwens ook niet, daarom. Dus... Ik heb wel een forel gevangen. Oh ja, wel een forel gevangen. Ja, inderdaad. Dus maar ik denk dat jullie het beste als eerste een vis kunnen vangen. Wat we gaan doen is het volgende. Ik ga Thijs coachen. En Daniel die gaat Noël coachen. En dan gaan we straks tegelijk beginnen. En dan gaan we kijken wie als eerste vis vangt. Let's go bro. Team Thijs Power. Hey, zal ik hem laten vissen met mijn hengel, Daniel? Ja, zeker. Ik laat Noël ook met mijn hengel okay. Van jou staan. Okay, lekker plekje zoeken. Ja, Thijs, kom. Let's go, man. We gaan naar beneden. Yes, oké, hier voor een neus. Voor een neus. Okay, weet je hoe dat werkt? Oké. Okay. Deze vast. Ja, pak die vast. Beugel open. En gooi hem hier gewoon naar voren. Kan je een beetje schommelen? Met je hengel zo naar voren en naar achter. Ja. En dan... Klepje, ja. En dan een beetje spelen en draaien zo, ja. Hier steen. Daar zwemt er een. Oké, dus... Ja, lijn vasthouden. Beugel open. En gooi maar nu wat verder. Ja, zo. Ja. Binnenhalen. Spelen. Oh my god, nog een keer gooien. Snel binnenhalen. Bro. Oké, je ziet hem hier. Oké. Gooi naar achter. Ja, zo. Ja, dicht doen. En een beetje spelen. Top laag houden. Beetje binnenhalen. Oh, dit is zo vet. Gaan we als eerste een vis vangen? Oh, ik moet hem als eerste. Ik kan echt niet eerder dan... Oké, verder werpen. Haal hem meer op. Ja, meer naar boven halen. Recht voor je. Komt hij, let op, een hele verre. Ja? Nee. Ja. Beugel dicht. Ja. Ja, hij gaat er naartoe. Binnenhalen. Laat hem vallen en binnenhalen. Ja, draai. Ruk. Sneller. Oh, ze hebben er bijna eens. Meer naar binnen halen? Nee, meer naar binnen halen. Die moeten hoger. Ja. En nu los. Kijk, hij zwemt daar. Zal ik hem precies zijn neus gooien? Nee. Verder. Achter hem en dan langzaam halen. Ja. Beugel dicht. Ja, goed. Deze naar links houden en nu binnen halen. Een beetje tikken met die hengel en draaien. Ja, hij komt nu langzaam. Oh my god. Je sloeg mis. Oké, maakt niet uit. Haal hem weer naar binnen. Ja? Oef. Al 2 keer, mafkees. Sorry. Oei. Ik schrok me kapot. Gaat het? Ja, ik heb hem. Ja, ook in mijn hoofd uit. Gaat het? Oké, het is goed dat we enthousiast zijn, maar we moeten wel voorzichtig blijven. Ja. Kopjes erbij, jongens. Oké, gooi hem naar achter. Hoppa. Ja, hele mooie. Hou op. Hou die lijn laag, want dan zie je dat hij mooi erachteraan gaat, hè? Ja. Dat hij mooi zo zwemt. Ja, draai Noël, draai. Oh ja, daar komt hij. Ja, we pakken die van Noël. Die komt hier langs. Ja, draai Thijs. Oeh. Kijk, zal ik het één keer voordoen? Ik ga hem niet vangen, maar ik geef even voor wat die speling doet. Dus je doet hem los, je pakt hem hier vast. En wat je dan doet, je doet 1, 2 en je doet zo hop. Oeh, ja. Zie je? En dan doe je hem dicht. En dan doe je zo naar beneden. En wat je dan doet is niet alleen zo binnenhalen. Ja, maar je doet ook af en toe tikjes. Okay. Zie je wat ik doe nu? Ja. Tik. Maar wat moet ik doen als die vis... Blijf gaan.
Ja! 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 Yes, yes! Oh. Ja! Yes! Ja, ik weet niet wat ik moet doen! Niet meer verder draaien. Oh, niet verder draaien. Oh, ik laat holy shit, ouwe, je hebt er een. Yes! Oké, we gaan hem even scheppen. Yes! Snap je? Oh, dat... Oké, dus hier zwemt die vis, ik haal hem boven. Maar als hij in de buurt is, dan moet ik hem gewoon trekken. Ja, als hij in de buurt is en hij klapt erop, dan moet je trekken, want dan haak je hem aan. Ja. Oké, Thijs, maakt niet uit. Dit gaat helemaal goed komen. Het gaat erom dat je een vis vangt. Noël heeft er een hoor. Hoe voelt dat, Noël? Ik voel heerlijk. Ik trek naar jou. Oké, dit komt goed. We gaan even spotten. Wacht, ik heb er een gespot. Daar rechts. Daar zit er eentje. Zie je hem daar? Probeer hem achter hem te gooien. Beugel dicht, lijn laag en dan proberen langzaam te halen. Want dan heb je... Oh ja, je hebt er één! Je hebt er één! Ja, je hebt er één! Ja, grote gast! Je hebt er één! Thijs, hoe voelt dat? Bro, I did it! Hoe voelt dat? Wow, ik weet, het ging zo snel en ik... What the hell? Ik heb het nu pas door. Je had niet door dat je beet had. Ja, ik voel iets, dus ik trok eraan en toen ineens... Ja, Jan schreeuwde. Ja, want ik zag hem nog niet eens zo heel goed. Wow. Hey, let's go, man. I did it. We hebben twee forellen in hem net. Hier, kom maar. Zo leuk. Oh. Gast, niet normaal. Dit is echt vet, hè? Dit is echt sick. Boom. Hier, doe hem even aan de ogen. Ja, nu moeten jullie even een foto met die vis. Dat is perfect. Dat is top. Dan ga ik ook even snel even vangen. Gewoon naar links. Hey, dat gevoel als die hier aan zit. Ja. Ik gooi hem hier ervoor. Komt ie. Ja. Oh, dat is toch groot. Let's go. Niks aan het handje. Niks aan het handje. My man. Lekker man. Let's go. My man. Te waaien en het begint ook wel wat frisser te worden, dus zoals je ziet, Myron heeft de hoodie aangedaan, Thijs heeft de hoodie aangedaan en we gaan geen rondje lopen. Nee, helaas inderdaad. We gaan stappen. Ja, we zouden het dus wel gaan doen, helemaal hier omheen, had me echt super vet geleken, maar waarschijnlijk gaat het weer, is het nog steeds zo dat het straks gaat omslaan? Waarschijnlijk wel. Oké. Ja, het kan dus zijn dat het weer gaat omslaan en dat het gaat onweren en regenen. Dus dan is het niet heel erg chill als je daar halverwege bent en het gaat in één keer stormen. Dus dat is de reden waarom we hier op dit stukje, nou bijna eiland zou je zeggen. Het is maar een klein stukje land wat daar nog vast zit. Maar een soort van Teletubby land dit hier zo. Het zijn gewoon allemaal kleine leuke heuveltjes. En het is echt super mooi, dus hier hebben we even een tijdje gechilled. En we gaan nu weer teruglopen via daar zo. Even weer een vraag aan onze reisgids. Sander. Is dit serieus gekomen van een lawine ook? Holy moly. Die stenen van daarboven? Zo. Dus in de winter ligt het helemaal vol met sneeuw. Is het dan bevroren? Ja, inderdaad. Dat klopt ook al. Nee. Waar heeft dat mee te maken? Ze gebruiken hem ook om stroom op te wekken hier. Dus het blijft gewoon. Oh. Ja, hoe ziek zou dat zijn als dit bevroren is? Wauw. Zo. Ja, wauw. Maar check dan, hè, dames en heren. Kijk hoeveel stenen hier weer liggen. Dit is ongelooflijk. Komt ze allemaal van daarboven. Dit is ook echt een hele zieke berg, dit.
Oei, oei, oei. Zo vet, hè? Weet je wat ook echt super vet zou zijn? Als we een keer met z'n allen op vakantie kunnen. Gewoon iedereen die nu kijkt. Gewoon met z'n allen. Huts, hoppakee. Met z'n allen naar Lunnenzee. Dat zou het zijn, zeg. Oei, oei, oei. Met z'n allen op vakantie. Wauw. Oké, dames en heren, we zijn weer terug op de locatie en we gaan weer even aan de slag. Ik heb zo net heel veel beelden gemaakt, super veel gefocust op gewoon shots. Maar nu ga ik me focussen op alleen maar dikke knoepers vangen. Dus we gaan lekker vissen. We gaan hier naar beneden en dan ga ik zelf ook even lekker aan de slag. A few moments later. Eerste worp hier. Ik gooi hem gewoon naar links, ik zag hem niet. Kijk dan. Oeh, dit is een groene. Wat is dit, Daniel? Ja, hij is paars. Paars-groen. Zie je? Het zijn allemaal regenbogen. Wow. Zag je? Ja, daar gaat hij weer. Nee, ik laat het net hier liggen, want ik heb hier goed gevoel over. De eerste worp. Oké, dames en heren. Ik heb één gooi gedaan. En hiervoor zitten zoveel vissen nu. Dat is niet normaal. Ik wil er nog eens vangen. Ik ga hem weer gooien. Oh, lekker! Dames en heren, Marvin heeft er één gevangen. Oh, wat ben ik blij. Ik kom voorzichtig naar beneden. Is het los? Ja. Dat meen je niet. Echt? Ja, dat meen je toch. Oei, oei, oei. Nou, meteen weer. Hij ligt daarvoor. Dit is echt ziek vissen dit hoor, dames en heren. Als je die vangt, is dat de makkelijkste vangst ooit. Je zag gewoon een vis hiervoor liggen. Ja, ik heb er een. Oh, lekker. Zo. Oh. Hij is eraf. Gast, aggressive. Holy shit. Die was ziek, ik schrok ervan, hè? Ik kreeg hartkloppingen. Ja? Gast. Oh my god. Hey, dit was echt niet normaal wat voor klap ik erop kreeg. Holy moly, dames en heren, dit was zo lijp. Jullie zagen hem vliegen, hè? Oh, ja! Oh, en eraf. Yes. Myron, lekker! Wow, je hebt een zieke, hé? Kom, snel, ga me helpen. Ja, ik kom je helpen. Maar hij is al twee keer bij Marvin eraf gegaan. Zo! Hij sprong eruit water. Help. Ja, tuurlijk. Komt ie. Zo. Ga je net. Ja. Oh, pas op je aasje. Zie, ik voelde al dat hij niet heel strak zat. Oh, lekker, Marvin. Yeah. Twee keer beet gehad, twee keer eraf. Hey, deze is niet normaal druk. Kijk dan. Zo, deze is zo druk. Kijk hem tot een keer gaan in het net, joh. Kom maar. Dit is echt niet normaal. Oh mijn god, hij sprong. Ik heb mijn voeten nat gemaakt voor je. Echt? Ik ben helemaal in het water gegaan. Ik dacht, deze moet je hebben. Ja, tuurlijk. Ja, ik heb hem. Ik heb hem erop staan. Ja? Ja. Meijer. Oh my god. Heb je er één? Ja. Heel ver. Echt? Ja, joh, kijk hoe ver! Lekker! Marvin heeft er één zo ver, hè? Ja, ik gooi er gewoon en heeft het band. Niet normaal! Ga je me helpen, even iemand? Hey, mag je helpen? Oh my god, Marvin, deze is zo groot, dit is de grootste. Ja, ik heb hem. Ja, dit is de grootste. Marvin, je hebt de grootste. Jeetje, wat een joekel gek. Oh my god. Ja, ik moet eruit. Oh, dit is de grootste. Oh my god, ik doe de hele. Wow, gast! Hij is echt ziek mooi. Oh, shit. Nou die is weg. Oh. Ja, je hebt er nu een joekel. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, dames en heren. Ik gooi gewoon heel ver. Ik heb geen zicht op wat ik doe. Ik tik af en toe met die hengel. Ik draai aan de molen. En ik hoop gewoon dat ik een dikke klap erop krijg. Zo, dames en heren. We gaan er vandoor. Het is genoeg geweest. We zaten hier dus de hele tijd te vissen. En precies hier is de grens van het vissen. Vissergrens. Maar echt niet normaal, hè? Check dit uitzicht. Zo ziek. Niet normaal. Oké, dames en heren. Nu nog eventjes het volgende. Er staat een enorme rij voor de gondel naar beneden. Kijk even. Helemaal door naar achter. Ja, dat is wat, ja. Hè? Ja, dat is vervelend. Ja. Er wordt nog eventjes wachten voordat we naar beneden kunnen.
Hoppakee, we zijn er. Zo, dat hondje is ook zo mooi. Kijk dan hoe schattig. Het is echt nog een kleintje. Weet je wat ik echt chill vind aan zo'n mond? Oh, tegelijk. We zijn echt tegelijk. Oh, dit is zo vet. Deze heb je ook van Yamaha, hè? Dat is echt zo gruwelijk. Nou, hiermee door de bergen scheuren, die paadjes die we hebben gedaan. Wauw, en je hebt hier ook gewoon een handvat, hè? Kun je zo een vasthouden? Ja, vet hoor. Super cool dit. Ik denk dat deze ook echt hard gaat. Ja, dat ziet er super vet uit. Maar wat ik wilde zeggen is dat zo'n mondkapje vind ik serieus echt geen probleem. Al helemaal niet bij zo'n openbare toilet. Dan voelt het toch altijd wat meer hygiënisch. Ja. Nou goed, ook meteen even een plasje gedaan. Het scheelt dat we nu naar beneden lopen, niet omhoog, naar de auto. En dan hebben we de Lunarzee gezien. En wat vonden we ervan? Ja! Zo vet. Dat was echt gaaf. Echt heel mooi. Echt keigaaf. Ja! Dat was keigaaf. Wat wil je? We hebben allemaal zo'n groot knoepert gevangen, jongen. Ja, Daniel heeft alleen maar over het vissen, maar ook het uitzicht, de omgeving. Ja, dat wilde ik zeggen. We hebben gevist in de mooiste omgeving van Oostenrijk. Ja, klopt. Echt zin. Ja, echt niet normaal. Ik vind het gaaf dat ze zo'n plek dan ook nog voor de recreant, voor de visser, omtoveren tot een paradijsje. Ja. Want dat had niet gehoeven. We hebben per persoon hebben we €25 betaald voor een, zeg maar een dagvispas. Dus ja, met z'n vijf, €125 waren we kwijt. Maar ja, goed, was het wel waard. Ja, kom maar op. Handen blijven desinfecteren, dames en heren. Deze is lekker, toch? Ja. Ja, deze is lekker. Dit is gewoon de normale. Heerlijk. Zo! Oi, oi, oi. Dit moet ik echt even een tijdje laten bezinken. Hoi. Wauw, wat hebben we vandaag gewoon weer gezien en meegemaakt. Gek hè, dat je dan gewoon nu weer beneden bent. En dat je net gewoon bij zo'n meer stond. En... Ja. Zo raar. Ja, het is bizar. Je zit in die gondel en binnen 5 minuten, huts. Huts. Je bent boven. Ja. En je hebt gewoon een compleet... Gewoon een dal gevuld met water. Ja. Maar zie ik ook, hè, die dijk. Stel voor die dijk zou het niet zijn. Als die dijk ooit een keer breekt of zo. Oh my god. Er ligt alles hier onder water. Niet normaal hoeveel water het er is. Het stroomt wel weg, maar dan heb je wel echt nog een mega golf die dan hierheen komt. Ja, je ziet al wat zo'n lawine doet, hè? Dat meer, daarmee wekken ze energie op. Ja. Dus ze laten water naar beneden stromen en ze pompen water weer omhoog. En daarmee kunnen ze energie opwekken. Ja. Dus er zit een soort van deurtje in, waardoor waardoor dat water weg kan. Ja. Maar eens in de zoveel tijd, volgens mij 10 of 15 jaar, dan laten ze het hele meer helemaal leeglopen. Zodat ze bij die deur kunnen, om die deur te fixen of te controleren of het allemaal nog goed is, zeg maar. Serieus? En die buizen waar het water doorheen gaat, zijn 3 à 4 kilometer lang. En die moeten ook gecontroleerd worden. Dus dan gaan de mensen vanaf boven door die buizen helemaal naar beneden. Ja. En dat alles wat we hebben gezien qua water is er dan uit? Nou, tot het punt wanneer je bij die deur kan. Ah, dus ja, ik wou net zeggen, niet tot de bodem. Nee. Dus dan is gewoon zoveel meter laten ze er dan aflopen. Dus dan is die echt gewoon leeggepompt. Wow. Ik wou net zeggen, nee joh, al die dieren erin en die vissen en zo. Nee, ja, daar gaan sowieso vissen mee natuurlijk. Ja, maar ja, als het verder gaat naar een ander beekje beneden. Ja, sowieso. Wow, dat is wel een leuk feitje. Bedankt voor het delen. Ja, geen probleem. Dat is wel echt vet. Ik heb dat gisteren gehoord van Max, van de hike guide. Ah, ja, dat was echt cool hoor. Ja. Super vet. En kijk, die lawines die hier zijn geweest, die kan je ook heel duidelijk zien hier op de navigatie. Ja. Kijk, zie je dat hier zo? Kijk dan, dit is gewoon helemaal zo'n lawine die helemaal van boven is gekomen. Helemaal hier zo van boven. Ja, echt bizar. Kijk dan, en hier breekt er dan iets af en dan... Of hier nog hoger. Echt ziek. Je zal daar maar... Kijk dan. Naar de... Daar is gewoon het meer. Ja, hier zie je het meer gewoon. Kijk. Daar waren we net. Lijp hoe goed dit eruit ziet trouwens. Ja, want normaal zie je die hoogste dingetjes niet. Als je... Echt lijp hoe dit eruit ziet. Niet normaal. Dan ga je zo'n beetje hier zo heen. Kijk hoe hoog dat is. Ongelooflijk, hier ligt gewoon sneeuw hier. Niet normaal. Heel vet. Holy shit, we willen net gaan. Ik heb net mijn rugtas op. Holy shit. Oh. De hele berg komt naar beneden gewoon. Uit het niets. In één keer. Ik heb net serieus mijn tasje om. Wow. Wat ziek, hè? Wij gaan niet lopen.
Niet normaal. We wilden net weg gaan lopen na het avondeten. Zo, inderdaad, het hoost helemaal naar binnen hier. Ja, zo. Ja, dan wordt gewoon bestellen voor thuis. Eigenlijk Thijs een grap. Ja, goeie grap. Ja, je mag die hebben. Ik doe meteen alsof het min 10 is ook buiten. Oh, maar het regent wel echt dikke druppels, hè? Hele dikke. Zo, dit is hagel misschien wel, ja. Wow. Wat ziek. Oh, en ik heb geen jas. Waar moet je naartoe rennen? Heb je geen jas? Ik heb geen jas. Even. Wauw. Wauw. Ja, ik kan niet filmen, want ik heb de camera in mijn hand en die mag niet nat worden. Ja. Oh my god. Hey, Bas, kom mee. Kom. Je rent gewoon nog een keer. We gaan. Om mij te halen. Woe! Oh my god. En Thijs loopt hier, of Daniel loopt hier met zijn hemdje. We zijn hier van zeuken. Zo. Niet normaal. Wauw. Oké, nu hebben we het volgende. Zo, ik kan mezelf amper verstaan met die regen. En nu het volgende probleem. We mogen niet verder rijden dan dit. Dus we moeten hier wel uitstappen en daarheen lopen. Zo, daar lopen we dan. We hebben serieus de auto daar beneden neergezet. En in één keer is het gaan stoppen met regenen. Ik weet ook niet. Ja, motregen. Dus hoor je, voel je bijna niks van. Dit is Spezen trouwens. Moet je kijken hoe dat water naar beneden komt. Golven. Ja. We zijn bij de Noordzee beland. Het ziet zo, dat ziet er echt vet uit de video. Ja. Lijp ze. Kijk dan hoe sick. Zo gaat het gewoon helemaal naar beneden. Moet je eigenlijk gewoon een mini surfboardje hebben. Zo. Maar kijk dan hoe sick. Nee joh. Heel spacend. Onweer erbij. Staat er nou een John Deere auto? Huh? Wat? Hebben ze die nou ook al? Geen idee of hij heeft hem zo gespoten, maar het lijkt wel zo, hè? Ja joh, hij heeft ook gele velgen, dus ja. Dat kan geen toeval zijn. Geniaal. Ja, echt sick. Hey, ik had hem gewoon gespot, hè? Ja, netjes hoor. Dames en heren, laatste avondmaal. En dan is dat het weer voor de Oostenrijk vlogs. Oei, 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 dan komt de oude intro weer terug. Oei, oei, oei. Ja, ja, ja. Ik heb lekker patatjes. Ik heb echt al de helft van dit bakje opgegeten met augurken. We hebben hier wat vleesjes die we in dit pannetje doen. We hebben hier kaas. Zo. Waar ik niet zo gek op ben. Ik vind deze kaas niet zo lekker. Ik ga het wel weer een keertje proberen, want hey, misschien is mijn smaak veranderd. Je smaak verandert, hè, eens in zoveel tijd. Vind je het niet lekker? Nee. Ja, ik wil toch even proberen. Het is niet zo weinig. Nee. Ik heb het geprobeerd. Het is echt typische kaas van de smaak. Soms heb je nog wel eens van die kaas dat dan niet echt, want hier zit heel veel wijn doorheen, dat proefje. Heel veel witte wijn of zo. Dat proefje, ja. Ik vond al iets smaken wat ik herkende, maar niet super bij de kaas. Wijn, dus een witte wijn. Rode wijn, witte toch? Ja, dat hoort er doorheen, hè? Ik vind, ja. Ja, als er niet zo heel veel doorheen is, is het meer kaassmaak. Dit heeft wel echt kaas van de smaak. Maar goed, gelukkig heb ik hier ook nog mijn vleesjes. Hoppa. Zo, dames en heren, gaan we weer naar beneden. En ik ben blij dat het niet regent. Super chill. We hebben in ieder geval heerlijk gegeten. Prima laatste avond zo. Super nice. We gaan in ieder geval niet te laat naar bed. Want morgen hebben wij zojuist afgesproken dat wij om 5 uur al gaan rijden. Dus dat betekent iets van 4:30 opstaan. In de ochtend of nacht, ik heb geen idee. Vanaf wanneer noem je het eigenlijk officieel nacht? Weet jij dat? Ik zou zeggen tot iets van 4 uur of zo vind ik het nacht. En dan daarna. Wat denk jij, Daniel? Sinds wanneer, vanaf welk uur is het nacht en ochtend? Vanaf wanneer is het nacht en wanneer is het ochtend? Ja, is de nacht van 12 tot 4? 12 tot 8, denk ik. Nee, 12 tot 6 zou ik zeggen. 12 tot 6? Omdat je 24 uur hebt en dan 6 is dan precies 1/4. Oh ja, precies. Ochtend, middag, avond, ja, nacht. Dus nacht is dan van 0 tot 6. En dan ochtend van 6 tot 12. En dan middag tot avond. Ja, middag is dan van 12 tot 6. En avond is van 6 tot 12. Ja.
Ja, dat is wel groeien. Ja. Ik denk dat het zo hoor. Oké, nou dan gaan we in ieder geval in de nacht weg. Ja, niet in de ochtend, maar in de nacht. Wij gaan nu serieus, dames en heren, over het mountainbike pad heen. Waar we eerder ook al overheen zijn gegaan, maar dan met de mountainbike. Maar dit is gewoon, dit kan je beter rennen, denk ik, ja. Hop, 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 hop. Hey, hopsakee. Een hele dikke plas. Maar dit is de snelste route naar beneden. Dus ja, dan pakken we gewoon een mountainbike pad. Wat heb jij nou? Ze zijn ook weer zo druk, jeetje Mina. Ik kan beter rennen. Ik ben helemaal voor onderhand, ja. Super knap. Ik dacht, we gaan het rennen en dan de laatste meter. Ik moet weer huilen. Oh. Ik zal het vijf keer vandaag. Oh mijn god. Oh, wat gebeurde hier? Oh ja, ik weet het ook niet, ouwe. Hij ging echt snel, Ja. Ik was echt onder de indruk. Ik denk, wow, hij is echt snel beneden. Ja, het is niet normaal dat hij dit gewoon naar beneden heeft gerend. Ja. Maar hij is toch gevallen. Ja, maar echt aan het eind pas. Bizar, echt bizar. Myron, gaat hij goed? Ja. Lekker hoor. Jullie hebben beide het ook moeten proberen, denk man. Ja, dat denk ik ook. Zullen we het doen? Ja. Jij? Ja, doe maar. Samen? Ik ga het filmen. Nee, hoeft niet. Sam? Als we eenmaal bezig zijn, dan kan je niet meer stoppen. Nee, wacht, serieus. Ik moet even nadenken hoe we het nou gaan doen. Gewoon een beetje wel doorstappen. Ja, hey, Noël redt het gewoon, wat hek. Nee, wacht. Oh, ik ben zenuwachtig. Nee, je moet er niet over nadenken. Oh mijn god. Oh mijn god. Wat een afsluiting, hé. Jongen. Noël. Ja, ik rende iets te hard. Kijk ze rug. Alsof je in de poep bent gevallen. Ja, gast, hij is ook sowieso in de poep gevallen. Kijk maar. Ja, dat is poep. Dat is geen schijn. Nee, dan. Jullie gingen ook onderuit. Oh mijn god. Hoor, joh. Kijk, het bij mij. Je hebt heel veel mee op zich. En jullie stappen niet in mijn auto zo, hoor. Nee, dat doen we niet. Wij lopen niet. We gaan gewoon naar de auto. Wat ziek. En jouw hoodie dan? Bij jouw hand. Alleen maar een handje. Wij gleden alleen een beetje. Ik duwde jou weg, hè. Ja, jullie liepen in elkaar. Hij ging voor mijn pad lopen. Toen moest ik duwen. Zo, we zijn weer bij het huisje, dames en heren. Verkeerde lichten. Zo, we gaan lekker slapen. Het is nu 8:30. Nu lekker slapen. Het is 8:30. Ik denk dat ik over 1,5 uur slaap, om 10 uur of zo. Het zal wel super chill zijn. Dan heb ik nog een beetje slapen. Dan kan ik morgen gewoon meteen als eerste rijden. Hopelijk blijft het voor de rest van de nacht droog. Dan kan ik lekker blazen over Duitsland, over de snelweg. Wees zo hard mag als je zelf wil. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te knallen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen met een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.